Het Zuiderland ziekenhuis in Sittard. Dat ligt niet direct vlakbij Kerkrade. Maar ja, ook vanuit Kerkrade worden mensen soms opgenomen hier in het ziekenhuis. Waar ze dan, behalve allerlei medische zorg, ook geestelijke steun nodig hebben. Als je als priester geroepen wordt, ziekenhuis in onze dagen, is dat vooral voor het toedienen van de ziekenzalving. Maar die ziekenzalving, daar zijn zekere voorwaarden bij. Er moet in zekere zin zo'n duisternis zijn, ook de duisternis van de dood, dat het goed is om je gesterkt te weten door Christus zelf, die als de gezalfde jou wil laten delen in zijn zalving. Je bent immers christen. Je bent al gezalfd bij je doopsel, bij je vormsel. Je wordt opnieuw gezalfd. En Christus, die lijdt, laat jou niet alleen in jou lijden. Maar dat geldt niet alleen voor mensen die bijvoorbeeld een verkeersongeluk hebben gehad en op sterven liggen, of mensen die aan het einde van een zware ziekte zich voorbereiden op de dood. Dat geldt ook voor mensen die psychisch zo in nood zijn dat ze niet meer weten hoe ze uit de duisternis kunnen komen. En ook dan mag ik als priester die zalving toedienen. Vandaag in het evangelie zegt Jezus, of wordt over Jezus gezegd, hij wees 72 anderen aan en zond hen 2 en 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarin hij zelf van plan was te gaan. Naar allerlei steden en plaatsen, voor mij is dat vandaag dus Sittard, waar ik terecht ben gekomen. Maar het is de plaats waar Jezus zelf van plan is te gaan. In zekere zin is dat ook de aankondiging van het recht Gods. Het recht Gods is nabij, zeggen zijn leerlingen. En wie is dan nabij? Jezus. Jezus komt nabij. Door een priester, door een christen, maar ook heel uitdrukkelijk in de sacramenten. Jezus gaat verder en zegt, genees de zieken die er zijn. En zegt tot hen, het recht Gods is u nabij. Maar nu, ik ben geen dokter. Ik kan iemand niet beter maken. Lichamelijke zin. Maar ik mag wel zeggen, het Rijk Gods is nabij. Jezus zelf is nabij. En is dat niet het grote nieuws van de blijde boodschap dat God ons nabij is gekomen in Jezus Christus? De leerlingen worden uitgezonden. 2 en 2. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig, staat er dan in het evangelie. En dat is ook een realiteit die wij in onze dagen kennen. Er zijn weinigen die die roeping horen en daar gehoor aan willen geven. En toch zou God ook niet in onze dagen mensen roepen om van hem te getuigen, om ook aan mensen die in nood zijn, lichamelijk of geestelijke nood, dat goede nieuws te brengen. Vandaag wil ik u uitnodigen. Bid om roepingen, opdat er ook in de toekomst mensen mogen zijn die Gods blijde boodschap naar mensen mogen brengen. Die dat goede nieuws mogen verkondigen, in woord, maar ook in sacrament. Dat God van hen houdt. Ja, dat God liefde is. En niet één van ons verloren wil laten gaan.